Al het geld is geteld en er is wel 111,4 miljoen euro ingezameld voor Haiti. In januari werd dat land getroffen door een zware aardbeving. Duizenden mensen overleefden het niet. Honderden duizenden anderen raakten gewond. Veel huizen werden verwoest. In heel Nederland gaven mensen geld. Ook veel kinderen bedachten manieren om geld in te zamelen. De hulporganisaties die het geld gaan besteden zijn erg blij met het bedrag van ruim 111 miljoen euro. Het geld wordt gebruikt om mensen bijvoorbeeld eten en drinken te geven of om tenten te bouwen.